Ah, daar hebben Luwe en Pieter. Ja, heren, moet ik hier naar binnen? Luwe. Pieter, ga zitten. Pieter, ga zitten. Hé, hey, Luwe. Kom erbij. Meesken, ja, je leeuw het net. Big Brother in Friesland. Big Brother in Reduzen. Deze beide man, Luwe en Pieter, litten haar 5 dagen, 4 nachten opsluiten in een caravan hier achter hun. Luwe, hoe zou je dat zitten? Nou, ik had een verschrikkelijk soort, hè? Hij had een hele platte nacht, man. Hé, je had wel in de gaten dat hij 4 camera's hing, hè? Die hij dus 24 horen, daar is volg je. Ja, nou ja, dat mag ik mij niet ruwen. Ik kan hier even verbergen. Nou, dat is de goede instelling. En Pieter? Ja. Hoe is het met jou? Zou je dat zitten, mijn Luwe? Nou ja, ik mag die man worden. Dat zal vast wel goed komen, hè? Hé, hey, weet ik nog onderscheidig naar binnen, hè? Van, je weet dit, hè? Ze gaan je vragen om erin zitten te gaan. Maar wat voor doel? Wat zit je erachter? Wat wil je hem bewijzen? Nou, we willen graag het sociale gezicht van het duurzaam zijn leren, dat wij hier een week lang bivakeren kunnen. Wat? En dat meest kunnen ze voor het hier helpen. Maar haal je hem dan niet bij hem? Nou, ja, een onderbroekje en een tosgeblazel. Ja, een zwembroek en hemd. Let eens zien. Nee, dit heb ik mooi. Voor de rest maakt ze me maar wat behelpen. Maar nou zorg ik op die caravan steen, skopper de bonk. Wat betekent dat precies? Dat is uit het Nederlands vertalen klaplopen, als ik het in het woordenboek op zat. En wat was er maar brengen? Van de samenleving hier overleven kunnen. Dus meisje, Jim Jerrit, deze beide man, geef een onderbroekje, een t-shirtje en een kwart broekje. 5 dagen, 4 nachten in een caravan. En zij willen dat wij haar onderhouden. Nou, let op, ik ben bij Adrie West. Oh, partij. En ik ga van de eerste dag heb ik alvast wat voor hem halen. Yeah. Ik wil gelijk reduzen mijn oproep, Jan. Reduzen. Dit redden die man dus net 5 dagen. Dus we verwachten van Jimme dat Jim die man wat brengen. Wat eten, wat drinken. Nou ja. Maar Jim kent zelfs toch ik berichtjes voor het sturen? Ja, we hebben bereikbaar via Twitter. Dus, en het is de tweet of Twitter, ik ben er net zo heel nauw van op gehecht, dat is dan ik skoppen de bonk. Ja, tweet het skoppen de bonk en, via reduzen.com en dan ben we te volgen hashtag skoppen de bonk. Okay, nou, dat is eigenlijk gewoon een hekje. Hè? Dan kunnen ze dus berichtjes sturen, zullen wij dat in beeld en dan sturen wij wat bij waarom, wat goed is. En dan het lijst naar. Oké. En het meest dat net witten. Ze kunnen altijd zien op www.reduzen.com, hè? Ja, klopt. En die kun je wat maar redden? Ja, maar waarom is maar die 12 blokken hout? Nou, dat zal ik je vertellen, want natuurlijk hebben we een opdracht voor hem. Ja. Misschien hij met roken. Aan de andere kant van de caravan hebben wij een vuurkoer ondersteunen. Wij willen graag dat deze vuurkoer onder mijn sneeuwen 5 uur baan blauwt. Daar met Jim verzwaren. En deze 2 blokjes hout kun je vers verbroeken. Ja, maar 2 blokjes, daar hebben we het nooit genoeg hoor. Nou, ik zou zeggen, rot de meisken op. Nou, meisken hout voor de vuurkoer. Eerste opdracht. Maar ik zou wel eens even in die caravan zien willen. Ik ben ik wel nieuwsgierig. Zullen we Jim er eens even heen brengen? Ja. Maar we dan maar even ingluren. Nu stop ik er helemaal mooi, jongen. Is net prachtig. Deze beide man, naar de caravan. Ik vind nou wat, hè? 5 dagen lang. Je stoot hier? Ik zou net graag 5 dagen en 4 nachten van mijn eigen bed afwollen. Ik ben al 1 dag al onwennig. Let staan, 5 dagen. Nou man, dit is een plakje waar je een bivakeren moet. Nou, dat krijg ik wat, hè? Ja. Ja. Hé, hey, en die had een computer daar ik al staan, dus daar kun je hem de tweets mee terugsturen. Ja. Oké. En meesten, je weet, er hingen hier al je camera's, dat je kinderen de man in de gaten horen. Man, je weet ik, camera's, ja. Microfoons, ja. Alles is onwijzig. Ja. En zelfs de goudvisk van Willem Duis is. Ja, ik zou zeggen, dat is toch een prachtig komke aan. Nou ja, die heeft in ieder geval geleefd, hè? Ja. Wat je net. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het deze man vergongen is, de aanroende nacht. Zullen we zien dat ze er nog binnen? Luwe, Pieter! Hey. Nou, hierin het hier. Ze zullen die man wezen. Arnold, ik denk dat ze achter de caravan zitten. Want ze moeten de vuurkoer branden horen vanzelf.
Zullen we maar naar achter, hè? Tuurlijk, we gaan naar achteren. Hé, hey, nadat we naar achteren rennen, kan ik de meesten thuis vertellen dat ze op omroeplive.nl het ik al hier heel goed volgje kennen. Dus lukt het net op Skobbe de Bonk, omroeplive.nl. Hé, hey, Jeanette, maar ze had zelfs al een kou kregen. Ja, prachtig nou. Het is dan net een leeuwen. Hé, hey, Leeuwe Pieter, ze staan bij de vuurkoor. Nou, hier is gelijk, Jeanette. Hé, hey, Pieter, dat brandt nou mooi. Maar s'nachts liep het me dat nogal een probleem. Hoe zorgen ze er nou voor dat ze s'nachts zo vaak uithoest? Nou ja, we doen er sowieso wat huthoutblokken op, hè? Die branden wat langer. Okay. Nou ja, en ik ging er wat op lezen vanzelf. Hè? Was met, vannacht al slip dan? Nou ja, je halve vier en toen gaan we het wekker eigenlijk. Hè? Het natuurlijke wekker. En nou ja, toen ben ik hem er al gaan, heb ik wat blokjes opgegooid. En nou ja, je halve vier nog een keer. Nou, toen had Leeuwen toen aan. Ik zat over dat maar de hele nacht wat. Okay. Maar die huthouten blokken? Ja. Daar heb je dus wel belang bij. Ja, daar kennen we wat van broeken, jawel. Hé, hey, ik zie daar ik een hele mooie tafel staan. Je wil dan eens zeggen dat je dat juist er al gekregen hebt. Ja, wees, dat hebben we al gekregen. Zullen we even dat is de helder maar. Er is nog veel meer. We kennen dat in de Karre Wijnberg. Ja, van alles en nog wat. Lekker een rekening hier van alle de jager. Hier de buikers kwamen ze van. Om het hier al mijn jongens uit. Tijdens kwam een koffie. Ja. Reduzum, het is echt super dat je hem dit samen maak opbracht haar. Je denken, ze denken dus wel goed om je. Ja, heel goed. Dit is meer dan even prekken hier. Maar dit ziet er prachtig uit, hè? Maar als ik hier nog zo aan het roepen ben, dan begin je hem al wat te roepen. Pieter, nou hier is het door dat Frommeske vandaag. Dat is graag wat zijn worst. Maar als ze die zes neuven omkrijgt, dan denk ik net dat dat volle weer is. Nee, dat denk ik niet. Nou ja, we zijn al druk aan de gang. Ik heb al een paar oproepen hier, want ik wil eens even een douche bouwen. Dus ik heb hier al een gieter staan. Dit is Jim? En het shuttle zit, ik zou ze wel een beetje erbij pakken. Dan, dit zijn al een paar onderdeel. Maar ik wil graag wat CLS na. Dan kijk ik even een timmer in. Dus meisjes, alsjeblieft, breng even balkjes en wat CLS en zo. Ja, even schroevenboel, hè? Dat wil ik even aan hier. Nee. Nou, als er nou een reduce nou voor de televisie zit en die had wat CLS niet hok lezen, nee, wat schroeven. Spring op een fiets in de auto en breng het je zo gauw mogelijk heen, want die man wil douchen. Alsjeblieft. En man, ik heb een vraag. Heb je hem eigenlijk al dat echte Skobbe de Bonk gevoel? Nou ja, we hebben wel een beetje het gevoel dat zit in het glazen huis, maar ja, er ontbreekt nog iets, hè? Een feestje of iets dergelijks. Een feestje, Luwen. Wil je een feestje? Wij zouden je graag van de jongen aan heel soort mee kunnen halen. Juist hebben we er al een hele ploeg, maar daar kennen we volle meer bij. En dan willen we graag echt een mooi feest bouwen. Mooi levende muziek erbij. Helemaal mooi. Hé, maar dat vind ik wel een mooie. We kunnen de meesten thuis net oproepen om hier Joen een hoerenzoon te komen. Maar muziek, nou, van alles en al wat. En wist wat ze dwam hadden? Nou? Neem nou zelf wat eten en wat drinken mooi. Dat soort er prachtig wijzen. Een band die Joen oefent. Jongens. Wij stellen gratis rondte beschikbaar en ik hoop dat hier honderden mensen komen. Kom naar het Uzum, kom naar Skobbe de Bonk en we maken met deze man een echt Skobbe de Bonk gevoel ervan. En voor mensen die het net weten wat het is, onder wie te haar. Het stekt me wel even, want ik wil wel eens even zien hoe het mijn Leeuwen hier vergeet. Nou, ik ben heel benieuwd mensen hoe het Leeuwen en Pieter in de caravan hier vergeet. Hey, Leeuwen! Wat is het toch, jongen? Ik heb wel eens een huis. Maar dit weer de afspraak, dan heb je een taskel bij de hoorn. Ja, nou, ik heb geen meer over die vent, ik ging je wel. Wij moeten nog dat snoeien. Geen dood er eens even bezitten, Leeuwen. Nee. Wij hebben van een week al praten, een man en man, een wut en wut. Wat is je nou precies aan de hoorn? Je vindt het ook niet dat boeren en schieten en soorten met mij vanmiddag in een aantal wedder op de beelig. Leeuwen, Ja, ik heb mijn nood. Dan heb je nog van Pieter. Ja. Maar wat kan ik er aan doen? Om dat beter te krijgen. Oh, ik moet dat weten, echt net. Kan ik daar net ergens maar helpen dat het verdij wat aangenamer wordt in deze karavijn? Oh, als het nog van een vrouw zwaar je koest, dan zou misschien nog wat helpen. Een vrouw? Ik ben van een vrouw zwaar je? Ja. Maar wat ben je in eerste van een vrouw? Nou, als ze maar leef is en wat zachtaardig. En als ze de zaak hier eens een beetje schermen, maar als je koest, dan zou ik wel heel mooi worden. Luwe, ik zet mijn best van om een Frommeske te zieken. Als Tom mij belooft, net je stiekem uit te naaien. Nou, meesten, Jim Jerp, Luwe wil graag een vrouw. Ze moet leer wezen, ze moet wat poetsen kunnen en ze moet aardig wezen. Nou, die de vers wordt te vinden. Maar dan wil ik van Pieter weten hoe het nou met Pieter is. Pieter zit hier te visken. Pieter,
Ik ben krijg beluwe en luwe woer de caravan uitrennen. Ja, wat is hier aan de hand? Ja, ik weet het net. Ik bracht hem vanmiddag naar mijn wetter en ik ging door het land. Hij ging door het land? Ja, man. Maar hij vroeg het mij of ik een Frommeske voor hem regelen kan. Nou, dat dacht ik al, dat is ook iets woer. Hij wil wat ontmerken en zo. Maar toch is net volle moeite met hem? Nee. Ik heb hier geen probleem. Nee. Pieter, was dan even met mij komen, dan kan je misschien al iets wat goed maakt. Best. Dan gaan we even naar de caravan waarom. En dan hoop ik dat we die en Lewis of vier krijgen kunnen om toch morgen weer terug te gaan. Ja. Meesten, dit is toch wat hier op een set van de caravan. Maar dat zag je voor, Pieter, schoon eens even weer aan. Nee. Ik vind dat dit toch wat anders maakt. Kom, mooi dichterbij. Lewis en Pieter, nou hebben wij deze al praten dat jij je 4 dagen en 4 nachten moest je 12 deze zonen. Lewis heeft mij vragen om een Frommeske. Dat zal ik bij Jerry. Lewe, kist u dan beziek je om met Pieter hier nog wat te bivakeren, joer? Nou, als dat voor elkaar rijden is, dan dat zeker nog moest je. Pieter, mag ik wat voor die doen? Nee. Regel maar Frommes voor die vent en dan is dat klaar. Nou, dit wordt tien gedreigd, meisje. Als er iemand online is, als er iemand op televisie shot, dat wij hier een Frommes krijgen kunnen, zou ik dat heel fijn vinden. Ik denk dat ik nou mijn oermaat naar de tafel. Bij mij aan tafel zit Joort Marianne Kemmeren van de vrouwen van nu. De vrouwen van nu, wie jet iets, de plattelandsvrouw. Marianne, wat is het verschil tussen de vrouwen van nu en de plattelandsvrouw? Op zich is er hier en dan niet verloren, want wij zijn nog steeds heel grut op uw namen. Maar wij zijn wel meegaan met uw stiet. Even wacht. Och meisje, hier in Samarie in het beeld in. En die brengt die man wat. Hartstikke mooi, sokken. Wat heb je gekregen, Pieter? Sokjes, zullen ze even. Ik denk van peken van Leeuwen. Leeuwen! Ineke, Harold! Wat bestel je? Ik ben een Leeuwen Pieter, ta. Ik wil gewoon pedagjes uit van huis. Ineke, wacht even. Dat was er net, zei ze, dat stel bij die man in de caravan. Waarom net? Ik snap dat de stel net was, maar ik ben een Leeuwen, ta. Dus. Soort succes, Leeuwen. Ineke. Pieter! Minder. Als dit goed komt, nou, dan weet ik het net. Hé, hey, Pieter, je wie komt? De vrouw. Mag het eten. En ik heb poetsen. Oh, wat stoo je nou? Nou, poetsen. Leeuwe, in je verdij. Nou, dan is ze sneu. Leeuwe. Leeuwe. Hé. Hey. Ineke, wat bestel je? Nou, toen vreeg ze om zacht aardig hier. In de etensierenkoord, in hier die poetsenkoord. Nou, hier ben ik. Ik ben op je dagen vrij. Nou, dat maar net, hè? Wist het heel zeker? Ja, ik weet het heel zeker. Wist het net, was het mist? Oké. Nou, dan zie ik het wel, Pieter, jongen. Ineke? Ja, Arno? Sorry, ik ken Rick niet doen, Van. Nee. Lou en Pieter, wil je mee bij me komen? Alsjeblieft. Lou en Pieter. Lou, nou heb ik het zwit hier, zwit in de hand. Ik dacht alle waar om een Frommeske te vinden. Komt hier een Frommeske? Leef, aardig, kind poetsen. Ja. En nou? Ik zie het wel met Pieter, man. Ik had, daar heb je helemaal geen zin in. Nou, hier heb je geen zin in? Nee. Pieter, zou je nog wat met Lewis zitten? Ja, maar ik denk dat we even goed te maken van de jongen. Nog even een mooi feestje. Even Shen en een stiekem live muziek. Midden. Het is simmer in Friesland. En in Reduzen schijnt altijd de zinnen echo rond het. Welkom bij Dochter van in Dwarp. Welkom in Reduzem. En wat prachtig zien het, hè? Dat de beide man de wet hier zitten. Daar heb ik gelijk om, maar hey Arnold, nooit het er even over haar, hè? Ik vond dat juster eens best wel zielig voor Ineke, hè? Ja, dat vond ik ook wel. Ja, en die, ze zei ik hun, je weet net wat je missen. Nou had ze gelijk in, want Ineke die is wraad verneemd vanwege haar bitterkoekjespudding. Bitterkoekjespudding? Ja, bitterkoekjespudding. Echt weer, heel Reduzem smult ervan dat ze dat maken. Ja, doe Gries ervan, hè? Ja, ik moet er net aan denken. Maar ze zijn bij de mannen, ja, zijn? Ja, je erin. Is mooi? Ja. We gaan een bij haar zetten. Hey, man. Pieter en Lewe. Hoe met je? Hey, Pieter, dat skobberde bonk, dat leeft aardig, hè? Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Want wat hebben wij hier juster een machtig feest, hoor, of net? Ja, schitterend mooi. De band even optreden en nou, dat weer helemaal geslaagd. Dat vond ik eigenlijk. Hoeveel meesten zo'n je zo ongeveer west had als? Ja, ik schat, het zou wel een man als 100, dacht ik. Een man als 100? Jawel.
Hey, ik vind hier wel wat heers praten. Hoe komt dat, jong? Ja, ik moest even een gastoptreding aan. Hè? De man die drukt een microfoon door het hek en hij kan een paar duintjes marschen. Want die band nog meer, die wiebel goed, hè? Allemachtig. Die man kan wel spelen, hè? Hey, Leeuwe. Wist wat mij opvoer van de morgen? De wie op een Twitter van Jim kwam eruit dat hij in de caravan verkeerd wilde. Waarom? Ja, we gaan hem de keer zetten. Ja, nou ja. We zijn aan het uitwennen, heren. En we hopen dat we er een patiënt verbaren kunnen en dat we dat een goed doel gaan kennen. Wat is een goede doel? Ik was de squallen, of ik weet niet waar het zo goed van, maar de squallen. Dat... Hey, want ik had inderdaad, Jet, ik had mooie bandjes opfietst en die zijn dat ze hier al je tekeningen bracht hier, want het was zo keel in de caravan. Ja, dat klopt. We hadden heel soort tekeningen gekregen en safari zongen en koekjes en eten, we van alles aan. Geweldig. Ja. Hey, maar als ik op de webcam zag, dan ken ik die tekeningen als helemaal net zo goed zien. Zitten we er even in, dan kunnen we ze wat beter beschermen. Ja, weet je, kom maar. Prachtig. Zet ik het krukje weer even te plakken. Asje. Welke ben je had die tekeningen als maken, Jeanette? Wist u dat? Nou, ik fietste maar in mijn Meike van groep 1 en 2 op, dus ik denk dat dat het is. Oké. Okay. En de ben je van groep 3 en ze dan? Die bent aan het eten sieren best en aan het cake bakken. Nou, Joris. Nou, hier hebben ze al je hangen. Groep 1 en 2, al je handen erop. Hier zit nou hangen van groep 1 en 2. Zijn er wat namen op? Schitterend mooi toch, al die tekeningen van die en waarom die lollies erbij dan? Ja, je maar ik eens wat snoepjes goed hebben. We krijgen wat meer suiker. Pieter! Nou, wat maak ik nou met zo'n bal? Ah joh, we dachten als het over kwartballen koest. Ja, ik heb vroeger op kwartballen zitten, maar ik heb liever van die gehaktballen van Beppe. Van die gehaktballen van Beppe? Vind je hem die ik lekker? Ja, Beppe is een heel lekkere gehaktbal, match. Meesten, deze man wil geen kwartbalbal. Maar die wil jong gehaktbal. Prachtig, jongens. Hey. Hey, Arnold, die gehaktbal is een mooie opdracht voor jong, of net? Ja. Ja, lid dus hem gehaktbal naar die man. Maar Pieter, dan ben ik een sport vanavond. Dan ben ik wel graag ontsporten. Wat voor sporten doet ze al? Nou ja, ik heb vroeger zelf kwartballen. Dat een hier is 15. En toen trok ik met keertsen. Nou ja, dat ook nog altijd. En dat keertsen, volgens mij peloot staat toch ik? Ja, peloot, schöne peloot, de Belgische variant. Ze moest vier man in het perk en dan moest je de bal zo vier mogelijk voor te maar hoe haast dat nou hoor? Want toen zie je in de caravan. Moesten ze net mooi reduceren naar de wedstrijd in Littens deze week? Ja, ik heb stiekem één keer smokkelen, dat hing de Bernikel in de gaten. We hebben het eerst Jontje Makkum dingen, vier wezenlijk, zoiets, hartstikke een mooie wedstrijd. Hebben we dat woon? Dat hebben we woon. Hey. En toen moesten we juist doen weer, officieel. Tien juist Littens. En nou ja, ik zei van de hype is te groot. Ik maalde net meer uit en de band die wilde me drinken meer uit had. Dus ik zei, ik maak je blauwe. Dus er binnen wat oren man die ben erin gegaan. Hij zei helaas, van de titelverdediger hij ze verlengd. Maar Pieter, ik wil nog één op dat kwartbal komen. Hoe heeg hast u al een spelen bij Mid-Friesland? Ja, we zitten me toen in aspiranten, junioren. Wat, maar doe wie het nog in met Friesland verzelf? Doe je het nog gewoon stommelfries? Ja, stommelfries. Ja. Jongens, net bij met Friesland spelen? Nee. Oké. Okay. Hey, nou zitten we hier wel aardig, maar waar is Leeuw eigenlijk? Die is even aan het douchen. Aan het douchen, maar dit rooi water. Ja, dat hebben we net op rekenen, maar ja, het moest even. Hè? Hey, maar douchen, dat is natuurlijk, want daar heeft hij oproep dienen, hè, van die CLS'en. En dat is dus die geslagen. Zullen we er even, ik wil even zien. Ja, we rennen er even heen. Zullen wij er even heen? Nou, ik blauw je wel. Ik hoor het net als jij. Wij hebben wij een bad gekregen van Sien Makkinga. En nou ja, kleren moest even een stellage moest er omheen. Ja. Ze leeuwen al heerlijk de spetter in. Oh, geweldig. We rennen die kant even op. Ja, dat liep het me een strak planten. Hé, hey, Leeuwen. Man, dat luister je noffelijk. Geweldig. Ik zal je even de microfoon aan. Dan kist ik wat jaren. Ja. Hey, nou, wat vind je ervan? Ja, ik vind hem helemaal geweldig. Ik vind hem machtig. Haast nou koud of warm water? Dit is warm water, dat stoken we zelf. Nou, en dat die badkuip die kwam hier, die haast het hier dus ik bracht. Ja, die. Die is gebracht. Terug als Sien Makkinga. Die je verderop hebt die in huis kon slopen en die had toch bij de ruit kwam. En die kwamen ze mee omzetten. Ik denk, nou, dat maakt je weer van, hè? Dan had ze al mij dit ding in de hand. Ik denk ook eens dat Leeuwen zijn eigen lijn was. Nee, dat ken ik vanzelf natuurlijk. Dat is wel een strak plan. Dan maakt ze wel wat omhegen, Leeuwen. Nou, dat zag ik er wel bij, hè? Dit is dan een nooit hoek aan. Dit liep het hier wel een spa. Nou, heerlijk. Hey, en Pieter, had je al de cycle inline? Ik had er eerst terug even inline. Ja, ik weet het via het internet. Oké. Dat is weer heerlijk.
Dus, een badje en dat is de mooiste laag, dacht ik. Dat roeken, dat komt nou ik over kleden. Ja. Is mooi wanneer Margriet zat daar. Ik niet daar, ja. Hey Lue, ik krijg een zeer erm, jongen, ja, van dat skrobje. Ik hing hier net zo handig. Nou, prima. Pieter was door de microfoon in bij het horen. Ik hoor de microfoon. Nou, meisje. Welkom bij de laatste uitsturing van Dogger de Dusdwaar van Reduzum. Hey, Jeannette, Arnold, waar blijf je nou? We horen uit. Ja, rustig hoor, man. Wij maar de eerste een wat zaak afhalen en dan komen we bij hem. De meesten thuis willen graag zien uit de vuurkoer nog baan. Die mooie jin daarnaast uitwaan. Ik vind dat het nou maar tijd wordt om de man vrij te laten. Tje, ik zal het even het skimmaatje. Deze zoek Sjen even, hè? Want de uitsturing had om 4 uur op, maar wij zijn hier in Reduzum met Skobbe de Bonk de hele week teruggegaan met van alle andere activiteiten. Juster hingen we Zumba en Pieter die is als een wilde tekeer gegaan. Dat is eigenlijk wat ons doel weer met dat hele Skobbe de Bonk gebeuren. En voor mijn gevoel is dat heel erg slagen, want ik heb als Reduster een macht van een week gehad. Ik ga je de hele week op het plein waar ze wonen, dat slagen natuurlijk net, je kent het alles mooi, maatje. Maar we hebben een hele protte dagen, een hele protte willen, een hele protte feest. Mooi zien aanhoorn. Jong, oud, neem maar op. En dat is eigenlijk ik uw idee, hè? Het sociale Reduzum. De vuurkoor, die het nog een beetje baant. Luwe of Pieter, zo in je van je, deze amerwetter in die vuurkoor gooien willen? On je hem de eer. Nou, uit. Nou, wat een reek. Grachtig. Maar jongens, nou is wel het skobber de bonk. Van je oer. Hey Pieter en Lieuwe, je bent je thuis die ingongen toe zijn, je zien mij van, er is maar één doel en dat is dat wij Sjen laten willen dat Reduzum een sociaal dwarp is. Is dat slagen? Ja, dat is tien. Mooi. Dan kun je hem nou je kleren wel inpakken, dan kunnen wij weer verder gaan. Goed.